Mooi wil jij, hè? Hij? Nee, jij. Oh, ikke. Ja, als jij. Je dat vindt, nou bedankt. Ja. Fuck dat, vies. Zit je weer op Minecraft? Ik zit niet op Minecraft. Dit is VMBL, Japius, diep. Hé, hey, niet in een andere taal gaan praten. Dat is. Oh, sorry, man. Dat is niet van de orde hier. Oké, sorry, man. Nee, maar niet uit, maar gewoon niet meer doen. Dat is een beetje irritant. Oké, sorry. Toen, jij was ook in die Skype call, of niet? Nee, dat was hij niet. Alleen Sefa, Hassan, ik en jij. Goed, er is een paar in dan, in dit gesprek. Even een leuk gesprekje houden. Mellos, je hebt echt een kankerslechte microfoon. Hey, gaat hij weer met kanker schelden? Niet met kanker schelden, dat is niet kanker. Hey. Heb je er niet van geleerd, Tarik? Bro, je bent echt een flikker, je doet zelf ook shit ook. Bij ons op school staat toch iedereen met kanker? Gewoon eerlijk. Iedereen. Behalve kanker. Gaar. Oké, wie zei kanker? Toeran. Dat was Arik. Was Toeran. Hij klapt jonkels in de les. Oh, jullie hebben wiet? Ja. Serieus, dat is eventjes een hele normale vraag. Mogen jullie drinken van jullie geloof? Of, Ja. Nee. Nee, dat mag niet, maar ik doe het toch. Omdat ik toch schijt aan alles heb. Meldrie gaat stuk om dat, hè. Iedereen. Even serieus. Hoe heet die ook weer? Matthijs. Tarik is een leuke, een grappige, een lekkere en een mooie jongen. Ik zie het aan zijn profielfoto, man. Ja, die foto is fucking aan. Ja, dat zegt ze altijd als hij lelijk is. Wat is er, Toeran? Is je moeder mooi? Jongens, in je moeder grap. They did it again. Matthijs. Ja? Ja? Jij bent een Nederlander. Ja. We willen niet tot jouw niveau komen. We zijn veel hoger dan jou. Oh, het eerste meisje in het gesprek, jongens. Ik ga jouw kanker hard slaan. Ga je weer met waarom ga je met kanker schelden? Hou eens op, hè. Matthijs, ik weet niet waarom, maar je hebt echt zo'n derp stem. Oh, een derp stem. Nou, bedankt. Derp. Ik derp ook helemaal nooit, eigenlijk. Ja, ik ga de video afsluiten hier. Twee heren, bedankt. Dat je toch eventjes in gesprek wou. Het heeft niet heel erg geholpen, maar nu weten we de kijkers wel. Nu weten de kijkers. Wil jij even niet door mijn auto heen praten, hé? Moet jij even stil zijn? De kanker is man. Doe eens even normaal, hé. Dus jongens, laat eventjes in de reactie zien wat je precies van Tarik als persoonlijkheid vindt. Ook van die andere gast die in het gesprek de hele tijd zat. Wat vinden jullie precies van hem? Ik vind het niet zo aardig eigenlijk. Ik vind hem niet zo aardig. Maar ja, iedere mening verschilt. Ik denk dat de meesten met mij eens zijn, hoop ik. Voordat je zegt wat je van hem vindt. Ze hebben nog iets te zeggen. Iets goeds, vind ik zelf. Het is met ruis, maar het is verstaanbaar. En daar gaat het om, toch? Sorry dat ik heb gescholden met tanken, man. Ik ook wel. Jongens, dit is geen trollvideo, dus puur eventjes hoe Tarik nu in het leven staat. Jongens,